In deze video leg ik jullie uit hoe je onze bandenstift kan gebruiken voor je banden. Maak de zijkant van de banden goed schoon met bijvoorbeeld een beetje remreiniger op een droge doek. In de video hebben we de voorvelg even gedemonteerd, zo kunnen we goed laten zien hoe je de bandenstift aanbrengt, maar je kan het natuurlijk ook doen met de velg gewoon nog op de scooter. Zeker voor het achterwiel is dat makkelijk omdat je die dan niet hoeft te demonteren. Schud de bandenstift voor gebruik. Hou de bandenstift naar beneden en druk de punt een aantal keren goed in zodat de verf in de punt komt. Kleur alle letters en symbolen in die je gekleurd wil hebben. In het begin zal de kleur nog niet zo fel zijn. Laat de verf even drogen en breng dan een nieuwe laag aan. Dit kan je twee of drie keer doen en dan zal de kleur mooi en fel zijn. Voor het allermooiste resultaat kan je de bandenstift combineren met onze wielstickers. De wielstickers kan je opplakken als de bandenstift aan het drogen is en dan krijg je een nog mooier resultaat. Voor het monteren van de wielstickers hebben we een uitgebreide video gemaakt, dus bekijk ook zeker die video. Maar we laten in deze video even kort zien hoe je de wielstickers monteert. Na het opplakken van de wielstickers uit onze webshop, brengen we een nieuwe laag aan op de banden. Dan is het nu tijd voor de andere kant. Dit werkt uiteraard hetzelfde, maar laten we alsnog even zien. Voor de mensen die het zich afvragen: de bandenstift is universeel en past dus op elke scooter. Het is namelijk een stift voor rubber en kan daarom op elke band en dus ook op scooters, motoren, auto's, noem het maar op. Zoals je in deze video hebt kunnen zien, is het monteren van de bandenstift ontzettend makkelijk en kan iedereen dit doen. Daarnaast kan je op deze manier je scooter op een hele goedkope manier uniek maken. Heb je de bandenstift nog niet besteld? Ga naar onze webshop www.scooterproducten.com en bestel een kleur die past bij jouw scooter. En je kan natuurlijk ook kleuren combineren. Wil je nou helemaal een unieke scooter? Dan kan je de bandenstift ook gebruiken om de binnenkant van je profiel te kleuren. Dat ziet er zo uit. Wil jij dit nou ook? Bestel dan twee bandenstiften, want aan één heb je niet genoeg. Bedankt voor het kijken naar deze montagevideo. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En bekijk uiteraard onze webshop www.scooterproducten.com. Goedkoop accessoires voor jouw scooter.